Dit is onderzoeker Meike van der Zanden van Rikkeelt. Zij werkt aan een darm op een chip. Dat is een nieuwe manier van darmonderzoek waarbij proefdieren, zoals muizen en ratten, veel minder nodig zijn. Hoe? Door een menselijke darm na te maken. Deze nepdarm is gemaakt van menselijke cellen. En die cellen die vormen de darmlaag, zoals we die ook in het lichaam hebben. En dat kunnen we dan gebruiken om stofjes te testen, om te kijken of ze effect hebben op die darm en of ze eventueel door de darmwand heen gaan. Het gebruik van proefdieren is duur volgens Van der Zanden en veroorzaakt felle discussies in de maatschappij. De darm op een chip methode kan het gebruik van proefdieren op termijn vervangen. En daar is een belangrijke reden voor, afgezien van de ethische discussie. Een dier is geen mens. En als je denkt aan de anatomie van een dier is het totaal anders. Je kunt denken aan de fysiologie, dus pH of zoutwaardes. Maar ook metabolisme is heel anders en dat maakt het soms heel erg lastig om resultaten die we vinden in een proefdier, om dat te vertalen naar de mens. Wij willen systemen maken die veel beter eigenlijk voorspellende waarden hebben dan zo'n proefdier. Daarnaast is de darm op een chip ook vele malen goedkoper dan het gebruik van proefdieren volgens Van der Zanden. Benieuwd hoe zo'n chip eruit ziet? Nou, zo dus. De chip bestaat uit 3 lagen. Dus je hebt een onderkant, een middenlaag en een bovenlaag. Nou, op die middenlaag laten we cellen groeien. En dan is er dus vervolgens wordt die chip, die wordt in zo'n houder bij elkaar geklemd. En die kun je vervolgens weer aansluiten op bijvoorbeeld een analytisch detectiesysteem. Dit is ons chipsysteem. Dit is de chiphouder die we net ook al hebben gezien. Hier zitten dus de 4 chipjes in, de namaakdarmen. En om een vloeistofstroom door die chip heen te krijgen, zoals we ook in het menselijk lichaam hebben, wordt hier door de pomp de vloeistofstroom door de chip heen gestroomd. En kunnen we dus kijken wat stofjes voor effect hebben op de namaakdarm. De namaakdarm is nog volop in ontwikkeling. Volgens Van der Zanden duurde dan ook nog minimaal 5 jaar voordat het echt gebruikt kan worden als duurzaam alternatief voor dierproeven.